Goedendag. Kijk naar het Weerjournaal van weerplaatsen.nl. We beginnen met de weerkaart. We zien lage luchtdruk boven Scandinavië en een uitlopen van het lage drukgebied. Ik zal er even een lijntje door tekenen richting onze omgeving en dan richting het noorden van Frankrijk. En die as van dat lage drukgebied die uitloper, daar ontstonden vandaag heel veel buien op. We trokken heel langzaam, langzaam oostwaarts. En Daardoor was het zeer wisselvallig weer in een groot deel van het land. Maar tussen de buien door waren er felle opklaringen, want we bevinden ons nog steeds in polaire lucht. En als het dan even opklaart, dan zie je meteen die diepblauwe lucht. Als ik de modelbeweging aanzet, dan zien we dat de as met lage druk langzaam bij ons wegloopt. Een rug van hoge druk komt via de Noordzee dichterbij, maar terwijl die nadert, blijft er steeds minder van over. En er verschijnt een nieuw lage druk gebied in de buurt van IJsland, Schotland en Noorwegen. Die luchtdruk blijft daarin dalen, zorgt voor wisselvallig weer in de loop van het weekend. En het lage drukgebied komt steeds dichterbij en gaat er voor slecht weer zorgen in de loop van zondag en maandag. Het wordt eigenlijk ronduit wisselvallig, bereiken een beetje het dieptepunt van deze zomervakantie. Lage temperaturen, veel wind, regen en wolken. Het ziet er allemaal niet al te best uit voor zondag en maandag. In grote delen van Europa wordt het wel juist beter. Want er ligt een heel zwak hoge drukgebiedje bij de Golf van Biscayen. En die zorgt ervoor dat het mooi weer wordt in Portugal en Spanje. Maar ook in het zuiden van Frankrijk, grote delen van Italië en ook in het zuidoosten van Europa. Hoge temperaturen daar, vaak 30 graden. In het zuidoosten van Europa ook geregeld boven de 35 graden. Die zomerwarmte kan bij ons niet komen. Wij hebben te maken met een stroming die via de Britse eilanden. Richting ons komt en uit die hoek komt koude lucht. Dat zien we dan ook terug vandaag in de beelden, in de radarbeelden. Er waren veel buien ontstaan in die as van lage druk en de buien waren pittig. Onweer en hagel kwamen voor, lokaal viel veel neerslag, op de meeste plaatsen was het vooral erg wisselvallig. In de loop van de middag zagen we wel in de kustprovincies de buigheid afnemen, daar scheen de zon dan wat vaker. Met temperaturen van 18, 19, lokaal 20 graden. Dat zijn natuurlijk geen toptemperaturen voor deze tijd van het jaar. Vanavond neemt de buigheid verder af, maar helemaal droog wordt het zeker niet. Wel neemt de kans op onweer ook verder af. De zon schijnt nog even en het kwik daalt naar ongeveer 16 graden. Ook komende nacht trekken er nog enkele buien over het land, maar het is wel grotendeels droog en er zijn ook brede opklaringen. Het kwik daalt tot ongeveer 12 graden. Lokaal kan het misschien 10 graden worden. En dan het weer voor morgen, zaterdag. Het ziet er helemaal niet onaardig uit. Zeker niet als je het vergelijkt met zondag en maandag. Want morgen hebben we zonnige periode. En er valt slechts een enkele bui. Veel minder bui dus dan vandaag. En meer ruimte voor de zon. De wind waait uit een westelijke richting. Dus windkracht 3 tot 5. Voert geen warme lucht aan. Wordt opnieuw 18 tot 20 graden. Dus geen supervrije dag. Maar best een dag om aardig buiten te zijn. Wel de paraplu meenemen. Kijken we dan naar zondag. Dan begint die dag nog met bewolking en hooguit een spatje motregen. Maar in de loop van de dag gaat het vanuit het noordwesten regenen. En dat regengebied, dat neemt er de tijd voor. Dat bereikt aan het begin van de middag het noordwesten en pas halverwege de avond het zuiden van Limburg. Dat betekent dus dat het, als het eenmaal regent, ook echt een aantal uren regent. En dan is het echt herstachtig. Temperaturen 18 naar 19 graden, wind neemt toen naar 5 tot 6 bovenvoor, misschien zelfs een kleine 7. En ook maandag hebben we veel wind, dan waait er ook een harde wind langs de kust, windkracht 7. Verder maandag veel buien, beetje vergelijkbaar met vandaag, kan het ook weer onweren en temperaturen blijven laag. Dinsdag ook 18 graden, maar het weerbeeld voor dinsdag is een beetje vergelijkbaar met morgen. Meer ruimte voor de zon dus en minder buien dan op zondag en maandag. En ook de rest van de week houden we licht wisselvallig weer. Temperaturen blijven daarbij laag voor de tijd van het jaar. Pas na het komende weekend, en dat gaf ik gisteren ook al aan, zien we voorzichtig een trendje omhoog. Heel overtuigend ziet het er allemaal nog niet uit, maar er is dus wat licht aan de horizon, als je, tenminste, van warme weer houdt. Ik wens iedereen een prettig weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.